Een inwoner van Nijmegen gaat gemiddeld 420 dagen eerder dood door de vervuilde lucht. Dat blijkt uit het rapport van de GGD Gelderland. Ook al is de luchtkwaliteit in Gelderland de laatste jaren verbeterd, de gevolgen van luchtvervuiling zijn nog steeds enorm. Zo zou het inademen van lucht in de provincie gemiddeld gelijkstaan aan het roken van 6 sigaretten per dag. Raadslid Jos Reinoud van GroenLinks vindt dit niet aanvaardbaar en roept het stadsbestuur op om snel met concrete voorstellen te komen. De luchtkwaliteit is heel slecht, dat wisten we eigenlijk al wel. Maar uit het nieuwe onderzoek blijkt nog steeds dat het heel slecht is. Het wordt wel beter door de loop van de jaren heen. Maar de effecten op gezondheid en economie zijn nog steeds dramatisch. Dus we zijn er eigenlijk toch weer van geschrokken. Ja, er moet eigenlijk heel veel veranderd worden. De belangrijkste bronnen van luchtverontreiniging zijn bijvoorbeeld automobilisten, autoverkeer. En we zouden eigenlijk minder automobilisten door de stad willen hebben. Nou, gelukkig hebben we de afgelopen 4 jaar of 8 jaar helemaal niet stilgezeten. Er is heel veel gebeurd. Kijk hier bijvoorbeeld op de Graafseweg. Er is nu veel meer ruimte voor fietsers dan er ooit was. Er zijn snelfietspaden aangelegd. Zo proberen we automobilisten toch sneller op de fiets te krijgen. En dat lukt ook heel goed. Auto's worden zelf gelukkig ook schoner. We hebben een Nijmeegse roetnorm geïntroduceerd. Er is een houtstook-app zelfs gelanceerd. Dat mensen goed weten hoe ze hout moeten stoken in de open haard. Dus er is heel veel gebeurd en de luchtkwaliteit wordt wel beter. Maar omdat we toch geschrokken zijn van dat onderzoek, heb ik nu toch aangedrongen op nog meer vaart. Nou, we wachten natuurlijk eerst even af wat het college gaat zeggen, maar ik ben heel benieuwd of er bijvoorbeeld de mogelijkheid bestaat voor een milieuzone in de binnenstad. In andere steden bestaat dat. Dan mag je met vrachtwagens helemaal, met vieze vrachtwagens de stad niet meer in. In Nijmegen mag dat nog wel, beperkt, maar misschien kan dat nog wel minder. Dus dat is wel een van de maatregelen waar ik nieuwsgierig naar ben. En andere zaken zijn bijvoorbeeld scheepvaartverkeer over de Waal. Ook een belangrijke bron van vervuiling, fijnstof, roet. Misschien kan er ook wat aan gebeuren. Nou, volgens mij hebben we echt alles gedaan wat er kon. Want je ziet ook de resultaat wel. Maar omdat de luchtkwaliteit nog steeds zo slecht is, zullen we toch nog meer vaart in dat verhaal hebben.